Enkele tientallen fans verzamelden zich dinsdagochtend voor het Philipsstadion om kaarten te bemachtigen voor het Champions League duel van PSV uit tegen Atletico Madrid. De eerste fan zat al om 17:30 voor de deur. Ik heb wel zin in, ja. Alleen moet ik even tickets bemachtigen. Ik hoop dat, dat er niet online te veel mensen zitten te wachten. Maar dat viel tegen. De kaarten waren binnen 5 minuten nadat de verkoop begon uitverkocht. Het is klaar, het is uitverkocht. Fuck. Ja. Ja. Alleen de eerste 9 supporters in de rij voor de kaartverkoop slaagden daarin tickets te bemachtigen. De rest van de bijna 1500 kaarten vlogen online over de toonbank en daar was niet iedereen even blij mee. Ik sta hier fucking 3,5 uur in de rij, die mensen staan hier fucking lang in de rij. Die mensen thuis gewoon in een fucking onderbroekje achter de computer die halen hier eerst kaartjes, man. Ja, dat staat toch nergens. Ja, je moet half uur wat voor. Waarvoor moeten we dan lid worden van de sportvereniging? Bies, Rick, ik en Eko. Ging wel heel snel, hè? Had ik dat verwacht? Nou nee, eigenlijk niet, want ik ben met mijn zuster ook hier geweest, maar het was lang niet zo druk als nu. Maar dat het zo hard zou gaan, had ik niet verwacht vandaag. In totaal zitten op 15 maart ruim 2600 PSV-fans in het uitvak van Estadio Vicente Calderón. Als PSV het opneemt tegen Atletico. Maar ook voor de fans die geen kaartje hebben kunnen bemachtigen, is er een manier om de wedstrijd toch live mee te kunnen maken. Er zijn volop kaarten te kopen bij Atletico Madrid. Als je een buitenlandse creditcard hebt, kun je gewoon boeken. Geen enkel probleem. Een Nederlandse creditcard schijnt geblokkeerd te zijn. Ik weet dat niet zeker. Maar een buitenlandse creditcard gaat zeker lukken. Vak 134, 135 is volgens mijn het PSV uitvak. Als je er langs boekt, moet het altijd lukken. Dus komt goed nieuws. Ja, komt allemaal goed. Lange zijde kost een kaartje €60 op de hoofdtribune. Daar zit ook hartstikke goed schijnbaar.